Ik had vroeger een hobby die je niet van mij zou verwachten. En dat is metaal vissen. Ja, misschien ken je het wel en misschien ken je het niet. Uh, het is nu best wel een ding op TikTok volgens mij. Maar ik heb er een keer iets heel gaafs mee gevonden. We gingen uh, deze keer, net als alle andere keren, samen met mijn vrienden bij ons in de buurt hebben we een groot kanaal. Gingen we metaal vissen. En uh, normaal gooi je hem dan in het water, in je touw met je magneet. En dan uh, hoor je een soort tik. En dan uh, de ene keer krijg je een soort fiets en de andere keer een pan. Het kan eigenlijk van alles zijn, maar deze keer... Gebeurde er echt iets. Het was, we gooiden hem in het water. Moet je je voorstellen, je gooit gewoon dat ding in het water met die magneet. En je hoort echt opeens een hele grote knal. Dat touw gaat een soort van het water. En je denkt: wat heb ik, wat heb ik. Dus vol adrenaline probeerde dat water uit te krijgen. En weet je wat er aanhing? Het was gewoon een hele grote onderzeeër. Wat denk jij wat ik toen gedaan heb?